Veel vrienden en familie tot in de gangen toe wilden gisteravond de eet bijwonen van de 33 raadsleden. Onder hen de neef van voormalig burgemeester Dirk de Kort, die zijn intrede deed als jongste gemeenteraadslid. Ik vind het wel een hele eer dat ik als jongste gemeenteraadslid toch een kans die gekregen van de bevolking. Ik word nu fractieleider, dus dat is toch ineens een grote verantwoordelijkheid. Maar er zijn heel veel ervaren raadsleden bij ons, CD&V, die al jaren daarin zitten. Dus ik heb zeker genoeg steun. Dirk de Kort, de voormalige burgemeester, voelt zich alvast niet uitgespeeld. We zijn inderdaad niet meer de kapitein van Brasschaat, maar we zijn nog wel eerste stuurman. En op die manier hoop je toch nog wel voor de Brasschaatse gemeenschap mee de komende periode effectief mee de koers te bepalen in welke richting dat we verder voor de gemeente mee kunnen werken. En voor mij zal dat voornamelijk zijn op publieke ruimte en ook milieu en groen. Jan Bon, de nieuwe burgemeester, wou ook nog eens de inwoners van zijn gemeente bedanken voor het succes van de verkiezingen en het vertrouwen in zijn ploeg. Aan de inwoners van Brasschaat wil ik zeggen eerst en vooral nog eens hartelijk dank voor de steun die we gekregen hebben. Ik heb een inspanning gedaan om een zo breed mogelijke coalitie op gang te brengen. Dus de meeste Brasschaatenaren moeten zich vertegenwoordigd voelen in dit college. En het is nu aan ons om te bewijzen dat we dat vertrouwen waard zijn. En ik ga er alles aan doen wat in mijn mogelijkheid ligt. Kersvers gemeenteraadsvoorzitter Marie-Anne Nouts-Koppes nam de plaats in van uitredend voorzitter Fons van Aperen. Ik denk wel dat ik dat heel graag ga doen. En je blijft bij alles heel betrokken. Je kunt toch een beetje sturen en de onderwerpen mee bepalen. Wat verwacht u van de nieuwe baas Jan Bon hier in Brasschaat? Ja, ik verwacht er eigenlijk toch niet zo heel veel veranderingen van. Allee, hij heeft dat ook zelf gezegd, dat het bestuur goed was. Hij zat ook mee in de vorige coalitie. Maar N-VA staat toch voor veranderingen? Ja, ze staan voor veranderingen. Ah, wel, ik ben eens heel benieuwd naar hun veranderingen.